Hier ben ik, uit Manchester. Ik vond het leuk dat jullie er waren en hier. Je zingt prachtig. Je hebt het geschreven. Een nieuwe scène van een filmschip. Doe je mee? Nou, ik moet nog naar huis. Kom op de hoogte hoe het klinkt. Speciaal voor jou. Je zou me groot plezier mee doen, meisje. Ja, oké. Oké, Miriamson, ja, Flor en Sheila komen de fabriek binnenlopen. De lammen helpen de blinden. De blinden. Stil voor opname, geluid klaar, camera klaar, take 1, actie. Ja, de locatie is dus een fabriek. Ver, afgelegen. Ik dacht van iets intensiefs. Werken, je weet wel wat dat is toch? Kom, iedereen is dus hard aan het werk op de lopende band. Ja, arbeiders hebben het dus heel zwaar. Ze worden onderdrukt en uitgebuit. Je voelt dat er een opstand wordt gekomen. Oké, dat is gespannen. Hij wordt doorgewerkt. De directeur van de fabriek, dat ben jij, Baker. De directeur van de fabriek, hij is in binnen. Dat is een heel. Hij is machtig. Hij ziet dat zijn werknemers steeds zwakker. Maar hij doet er niets aan. Meer mensen, die zijn slachtoffers van het gezag, slachtoffers van deze bloed. Doe ik het zo laat. Leidzaam, ik wil leidzaam. Laat, doe het nog lang. Nu kom ik. Niemand doet het. Oh. Waarom niet, vragen jullie natuurlijk af. Ja. Dat is omdat er geen leider onder de arbeiders opstaat. Kan er dan niemand de leiderschap op zich nemen? Hé, hey, speel jij dat toch, man? Had ik al niet gedacht, ja. Luister mensen, we kunnen het niet langer door laten gaan zo. Doorwerken! Over 10 minuten zetten we de lopende band stop. We gooien de verpakkingen weg. We doen de overal uit. We lopen collectief. En dit is belangrijk. Met z'n allen, tegelijkertijd de deur uit. Er